shoot! Ik heb nooit gedacht dat ik acteur zou worden. Laat maar zeggen, het paardrijden en sabelgevechten heb ik een beetje gehad. Freeze! De macho in de Amerikaanse film en de hero en zo, die vind ik niet zo interessant. Show me your hands, man! Paul was een vrij strenge en grove leermeester. De aardigste is natuurlijk van die herhaling. Wegwezen, man. Loop. Als ik het niet nodig heb om het te zeggen en ik kan het op een bepaalde manier laten voelen of laten zien, dan laat ik liever een aantal zinnen weg. Deze maand wijdt het 14e Nederlandse Filmfestival van 21 tot en met 30 september een retrospectief aan de nu 50-jarige acteur Rutger Hauer. Rutger begon zijn loopbaan als zeeman, maar koos al snel voor het vak van zijn ouders en ging naar de toneelschool in Amsterdam. Hij speelde 6 jaar lang bij de Noordercompagnie en maakte ondertussen naam als filmacteur. Zijn doorbraak kwam met de grote Nederlandse speelfilms, Soldaat van Oranje en Turks Fruit. Daarna vertrok hij naar Amerika. Inmiddels heeft hij in meer dan 52 films gespeeld en behoort op dit moment tot de top 15 van de bankable actors van de wereld. Naast het spelen van schurkenrollen heeft Rutger in de loop der jaren vooral het imago van actieheld gekregen. Tijdens het werk op de filmset woont Rutger in zijn eigen huis op Wieden. Maar in Friesland voelt hij zich het meeste thuis. De NOS ging met hem varen op de Friese Meren, waar Theo van Gogh hem interviewde. Als ik Jeroen Krabbe wil spreken of Paul Verhoeven als ze terug zijn in Nederland, dan hebben ze altijd een grote bitterheid proefje nu. Wat zijn jouw klachten over het vaderland? Ik heb geen klachten. Ik vind het hier hartstikke mooi. Ik ben hier erg aan verknocht, veel meer dan ik ooit gedacht had. En vooral aan dit dus. Aan het gras en het landschap en zo. Of je een soort gif krijgt hier. Ik bedoel, als je hier eenmaal bent, dan wil je eigenlijk niet meer weg. Maar je deelt ook niet hun bitterheid over hoe ze behandeld zijn in Nederland als artiest? Nee, maar ik weet niet. Misschien ben ik niet door zulke... Ik ben niet zo aangetast, denk ik, op een of andere manier. Nee. Je bent ook niet kwaad op Rob Hauer omdat hij voor 7000 gulden de hoofdrol in Turks Fruit liet spelen? Nee hoor, nee. Zes. Zes? Ja. Nog minder? Ja, nee. Zo was de deal. Een deal is een deal. Ja. Dat was altijd al in jou of dat heeft Amerika je meegegeven? Nee, nou, ik heb natuurlijk wel geleerd om zaken te doen tot op een zekere hoogte. Maar een deal is een deal, vind ik. Dan moet je, als je een slechte deal hebt afgesloten, dan werk je voor een slechte deal. Maar dat betekent niet dat je... Ja, dan moet je moet het of doen of laten, maar niet zeuren van slechte deal publiek en gaan we door. Je deed voor de Nederlandse toneelschool deed je het toelatingsexamen op je blote voeten. En toen werd Tom Lutz heeft ook gezegd, dat wordt nooit wat met die jongen. We zijn een jaar of 20 overheen geweest. Toen was het inderdaad wat met Rutger geworden, zal ik maar zeggen. Nooit de behoefte gehad om die mensen zo'n vrolijke recensie uit Variety te sturen? Nee, absoluut niet. Rancune is jou vreemd? Nee, maar misschien vindt hij dat nog. Misschien is het echt niks geworden met die jongen. Hij doet wel wat, maar... Nee, maar ik vind iedereen zijn mening, iedereen moet zijn mening vooral hebben. Dat is echt Nederland. Je bent een geboren rebel? Nee, maar ik heb echt geleerd, vooral als het om gaat om vaderlanders, dat is nou iets echt Nederlands, dat je weet, mensen kunnen heel goed hun eigen mening vormen. Die hoef je ze niet aan te lullen. Weet je, dus ik vind het mooi. Ik hoef echt niemand te overtuigen, vind ik, van wat nou is. En gelijk heb. Maar je zou kunnen zeggen, wraak is een gerecht dat koud moet worden opgediend. Ja, maar wraak is erg kort, vind ik. Dat heeft een vrij korte levensduur. En de bevrediging, nee. Ik vind het de moeite niet. Dit kasteel is mijn eigendom. Ik ben Floris van Rosemond. Was dat je eerste optreden op televisie trouwens? Ja.
Dat was nog in de periode dat je zei, ik doe het, wat moet ik doen? He, moet ik met het zwaard rondlopen? Ja. Ik heb altijd ademloos naar die serie zitten kijken. Ik herinner me dat je even in de eerste aflevering zei, dit is mijn paleis. En dat zei ook mijn kasteel. En dat zei je ook zo heel gearticuleerd. Ik dacht, wat is hier gebeurd? Was dat jouw method acting dat je dat opeens riep of wat? Dit is mijn kasteel. Nou, ja, ik op de toneelschool, waar ik toch 4 jaar door heb gebracht, tot grote trots, want het is toch een lange poos, terwijl ik het wel interessant vond, maar ik vond niet dat ik daar, ik kon echt niet goed verzinnen wat ik daar nog geleerd had. Ik kon niet praten toen ik eraf kwam. En ja, voor het publiek, dat was ik, laat maar zeggen, mijn hart klopte in mijn keel elke keer. En ik kon dus gewoon niet praten. Dat zeker niet. Paul, in die tijd, had ook geen idee hoe dat nou moest. Hoe je daar nou, hij wist mensen te gebruiken, maar als je het zelf niet wist, dan was het toch van, ja, zeg het eens wat vlugger. Of kwaaier. Nou, laat maar weg. He, dus, dat, en daar heb ik een hele tijd over gedaan. Om toch een beetje zekerheid te vinden in de stem. Stem is ontzettend belangrijk. Is voor de helft, vooral bij film, is de helft van het beeld. So I'm supposed to do the dirty work. All right. We'll do it. I need a gunboat, a rowing boat. Radio set, waterproof clothing, and a secretary. You bloody bastard, keep your head down! Come on, come on, keep going! Keep going, we haven't got all done! Down! Let's go, let's go! Which one is whose? No. Whose? Keep your fucking heads down! That's it. Down, you son of a bitch! Ik heb iets anders voor je. Graag. Wat dan? Een reisje. Waarheen? Naar Holland. Nee. Ah! Doen jullie veel samen? Eerst speelt hij de baas, dan zijn we ontzettend goede vrienden. En dan gaat hij dood, dus kan hij meer de baas spelen. En dan speel ik dus de baas mee. Nee, daarvoor is het al mislukt. In de situaties dat het gaat spannen, zoals vanmiddag spelen we die scène, dat we gepakt worden door de moffen. En daarin verlam ik totaal van schrik en doe ik niets meer. En dan handelt hij. Het valt me van je tegen dat ik hier zie tussen al die NSB'ers, die bunkerbouwers. Ach, het is oorlog. Het is toch een leuk feest? Ik heb gehoord dat je in het buitenland was. Gelul. Ik heb gehoord dat je in Londen was. Nee hoor, ik zit hier. Zie je toch? Toch jammer dat we niet dezelfde kant vechten. Ja, is jammer. Over een paar jaar vechten de Duitsers en de Engelsen samen tegen de communisten. Daar geloof ik niet in. Maken wij niet meer mee. Als ik Soldaat van Oranje speelde, ik speelde daarna gewoon voor de gein een beetje tegen die oranje gezindheid, onzin, PR in te gaan, speel ik bij Wim Verstappen een leuke SS-man. Dan vind ik dat leuk. Dat vind ik op de lijst. Het is net alsof de WIP, of die lijst die voor mij, die staat op een WIP. En die vind ik, die moet in balans zijn op een of andere manier. Het was de beste scène van Pastorale 43. Je komt dan in je autootje het binnenhof oprijden en zegt dan iets tegen de boys van Russische partizanen. Die weten dat vecht is. Ja, zoiets. En ik vind en dat ik het ook wel leuk vind of zo. Het vak van SS-soldaten het niet zo onplezierig is. Zoiets in die geest. Dat je tegen ons bent, moet je zelf weten. Als je maar niet meedoet aan die poppenkast van het verzet. Ik heb in Rusland partizanen genoeg gezien. En die deden tenminste nog wat. Maak je niet ongerust. Ik heb mijn lesje gehad. Holland moest wakker geschud. Net als jij. Ze zijn zulke slappelingen. Toen we nog wonnen, zat er niemand bij het verzet. En nou we verliezen, hoort plotseling iedereen erbij. Dus jij gelooft niet aan een Duitse overwinning? Nee. Zou je iets voor een vriend van mij kunnen doen? Het is een Jood. Leraar Duits, net als ik. Hij pakt als onderduiker verder niks op zijn kerfstok. Ik heb je geholpen, omdat je mijn broer bent. Nee.
oud was je toen je wist dat je acteur wilde worden? Ik heb het echt... Ik was al een hele poosje bezig eigenlijk, zo rond... Echt rond 85, dat ik dacht, ja, dit is nou wel serieus. En eigenlijk is het ook heel erg leuk. Dus het acteren is daarvoor... serieus geworden toen je in Amerika was? Ja. Daarvoor was het? Nou, het is spielerij gewoon. Ja, wil je dat ik dat doe? Ja, dat doe ik wel. Leuk. Wat doe ik er allemaal in? Springen, dit en dat. Ja, dat doe ik wel. Ja, dat lijkt me wel leuk. Zo'n beetje. Dus eigenlijk heeft het een jaar of 15 geduurd voordat je het acteren serieus ging nemen? Ja. Ik heb een Engelse cursus gedaan. En ik beheers de taal redelijk goed. Ik denk dat als ik het over een jaar spreek, ik het accentloos. Dat wil ik ook. Heb je plannen om weg te gaan? Ja, absoluut. Ja? Ja, Nederland is gewoon een klein land. En ik wil met andere regisseurs werken. Rutger ging met andere regisseurs werken en speelde afwisselend The Good en The Bad Guy. Amerika bleek definitief het land waar hij zijn talenten het beste verder kon ontplooien. Je kan vechten als een tijger. De verhalen van de set bij Nighthawks, hè, waar je tegenspeler Sylvester Stallone was. Waarbij je het niet eens was met bepaalde bodyhits die je kreeg. Waarbij je het niet eens was met de rol zoals die werd opgevat. Je moest een terrorist erin spelen, hè? Een Duitse naam. Ja. Nou ja, het probleem was daar een beetje dat de regisseur na 10 dagen ineens werd ontslagen. En toen hadden we een soort konijn op de set. En dat konijn kreeg af en toe echt een soort mes op de borst en er werd tegen gezegd, je zegt niks, begrepen. Dat was een likkende deurmat, zeg maar, van de hoofdrolspeler. En er was ook nog een man op de set van de vakbond van regisseurs. Die stond altijd de andere kant op te kijken, maar die was dus op de set, dus het was oké. En het was dus een hele venijnig soort manier van werken. En zo totaal anders dan ik gewend was. Ik was een beetje... toch een beetje een ster. Want als je van die school afkomt, ja, dan ben je toch een deel van de middelmaat. Het is een school en praktijk moet je nog leren. Praktijk zal nog uitwijzen of je het waar bent. Ik had echt mijn sporen verdiend in een Nederlandse film. En de laatste film die ik gedaan had in Nederland, afgezien van Spetters, want ik was geloof ik na Soldaat van Oranje, als ik me goed herinner. Maar de Soldaat van Oranje was toch een hele pittige film. I saw him in The Soldier of Orange and I thought that first of all he's an excellent actor. Not many people saw his face and there's a certain strength in European quality that I cannot find in American actors. And he has you can't define him. Sometimes he looks very serious, sometimes he looks very mad, sometimes he looks like an older man, a younger man. He has many, many, many facets of his personality. En toen kreeg ik daar dus ineens te maken met al die rare politieke en machtsstrijd. En Stallone die echt, Stallone die begon me te dollen. En ik dacht, ja god, ik doe dit misschien 1 keer in mijn leven. Maar dan moet er niet met me gesodemieterd worden. Dus dat heb ik even heel duidelijk gezegd. En het werkte? Ja, het werkt nog. Je hebt daar je reputatie aan te danken, aan het feit dat je tegen Stallone bent opgestaan? Nee, helemaal niet. Maar hij is nog nederig tegen me. En dat doet hij niet tegen zoveel mensen. Unexpected stop. This is Shaka. Do not underestimate her because she's a woman. She has no maternal instincts. Don't be so afraid. Back up against the window. I like your hat. I'll be talking to you. How old is that child? Just 8 months. Okay. Comment ça va? Bonjour. Du är svensk. This is Wolfgar calling. Give me 911, please. There are certain representatives of the United Nations with me. I'll announce my terms for their release when the proper authorities are present to hear them. Het wat pijnlijke vind ik in het hele beeld is dat als je kijkt naar wat er bij de goedzakken interessant is, dan is het zo weinig. Want ze zijn allemaal zo
laat me zeggen, de grootheid van de gek, hè, ja. of van de gemeenerik, die kan ik helemaal niet vinden bij de held. Mm-hmm. De grootheid van de held, terwijl ik dat vind ik het mooiste. What do you want? What's so funny? That's where the other guy's at. Who's the other guy? The guy who was driving that car back there. The guy who picked me up before you did. Was that him in the car? Yeah, I'm sure it was. Couldn't have walked very far. Why's that? Because I cut off his legs. And his arms. And his head. And I'm gonna do the same to you. Kan je zeggen dat jij juist voor die rollen kiest omdat je daar in een soort grootheidswaanzin kwijt kan? Omdat je de grootheid van de gek zoekt en niet de grootheid van de held? Nou, dat laat ik aan jou over, want dat zou ik niet zelf niet zo zeggen. Ik kies het gewoon omdat ik denk, daar is wel wat leuks mee te doen. En het is natuurlijk een beetje op. Ik heb het nou allemaal wel gedaan. Al die bad guys. Ja, ik heb nou zoveel, laat maar zeggen, ik heb er nou, hoeveel smaken kun je nou nog toevoegen aan wat ik gedaan heb? The Hitch was goed, Blindside was, vond ik zelf nog leuker eigenlijk. Omdat het, er zat wat een beetje erotiek en een beetje, ja, wat zachtigheid in, een beetje vreemd allemaal. En daarna nog Surviving the Game. Nou, ik heb het, ik kan het, zou ik, mijn horizon is echt dat ik denk van, nou, wat moet je nou nog? Sorry, Mrs. Keynes. What are you doing here? This is our private area, Shell. Would you mind leaving? Good. It's not too hot. Othello, dat is te groot voor mij, dat hoef ik niet. Maar, dus het is een beetje op. Ik moet gewoon een beetje draaien nou. Maar wat moet het nu worden dan? Nou, dus er blijft natuurlijk nog een heleboel over. Maar je moet dus naar de good guys toe. Een verpletterend moment. Nee, maar ik heb dat altijd wel afgewisseld, hoewel het niet zo aantrekkelijk is voor de pers om daarop te reageren. Als je de lijst afgaat, zie je dat ik heen en weer ga. En dat is bewust gedaan. Alleen, het wordt je mensen. Je verandert gewoon mensen niet in hun mening. Ze willen of dit, of dat, of dat. Waarom gelooft het publiek Rutger Hauer als de ploert? Ik ga dus heen en weer tussen de good guys en de bad guys. Hoe denk je daar nu over? Een beetje eendimensionaal. Nee, juist niet. Je hebt wel eens gezegd. Zit er voor jou nu een soort lijn in? En ik vind dat woorden vaak een beetje de boel doodslaan. Why do we always answer questions with questions? How do you mean? En als je zegt, ja, maar die man heeft het allemaal gedaan, dan worden ze, nee, dat kan niet goed zijn gewoon. Dat kan niet goed zijn. In Eureka speelde je ook een good guy, zeg maar. Ja, zeker. En Chanel Solitaire. Maar... Eureka, ja, nou, dat is, die is in Amerika, dat is een politiek spel. Dat was, hoe heet die, Beagleman heette die geloof ik of zo. Oh, een hele corrupte heer die de knok had met de regisseur. En daardoor werd die film dus niet uitgebracht. Mm-hmm. Einde bericht. Go on, Angel. You haven't got a gun. Yes, he does. Get off me! I'll kill you for that. Get out of it! Shut up, woman! Just a little blush. Get out! Why'd you make her write that letter? Je bent beroemd om bepaalde rollen, maar je bent ook heel beroemd om de rollen die je geweigerd hebt. James Bond, The Hunger. De meeste mensen weten dat. Ik vind het een heel interessant verhaal hoe het, hoe je carrière uitziet in de rollen die je niet heb gekregen, om wat voor reden ook. Want er zijn rollen die jij graag wil. Ja. Zijn rollen die ze graag willen dat je speelt. En die zijn rollen die gewoon
ineens verdwijnen. Er zijn een heleboel van veel minder dan gespeeld hebben. Veel meer. Maar laten we beginnen met de rollen die je geweigerd hebt. Want daar zijn een paar hele interessante Geweigerd. Bozerik en James Bond, 3 keer geloof ik. Ja, 3 keer, ja. De laatste keer dat ik er was, zei ik, ja, moet eens luisteren. Het enige interessante en gevaarlijke voor James Bond is iemand die hetzelfde gevoel voor humor heeft en die hem ook een behoorlijke klap kan geven. En dat vind ik leuk. Zullen we dat niet eens proberen? Nou, als dat natuurlijk gek was. Er was, even zien. Ja, er zijn er vrij veel geweest. Dan moet ik even kijken wat er zo naar boven komt. Er was, vond ik ook wel heel interessant, alleen ik vond dat de rollen moesten worden omgedraaid. 9.5 weeks. Ja. Ze kwamen daarvoor naar mij toe en ik zei, ja, als je de rollen omdraait, want ja, 7 manieren om een type op een vrouw te neuken en dan te denken dat ze ook zo ineens volwassen of iets der, dat trap ik niet meer in, dat vind ik zo ook een oude koek. Maar jij wou geneukt worden? Ja, precies. Zeker. Maar ik dacht, dat is misschien nog wel. Nee, dat... Nee. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Betrayal heb je geweigerd, wat dat een klassieke film is. Ja, met het argument, wat ik in het interview las in ieder geval, ik weet niet hoe je er nu over denkt, spreken is niet zo mijn kracht. En er moet veel in worden geluld in die film. Ja, nou ja, spinnetje. Ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe dat nou precies is gegaan. Maar het kan best zijn dat ik bang was voor al het gelul. Volgens mij ging het over, niet over de film, het ging over het stuk. Dat was het. En ik ben erg bang voor toneel. Altijd geweest. Mm-hmm. En dat is het geweest. Ja, dat is het ook geweest. Als ze het op film hadden gedaan, dan was het interessanter geweest misschien voor mij. Ik vind, ik heb mijn medium gevonden en ik moet daar niet vandaan gaan. Dat heb ik helemaal zelf veroverd. Met de hulp van mijn publiek en van wat dingen die... Maar jij moet niet meer op de planken? Niet echt nodig, nee. Ik denk dat ik gewoon beter geschapen ben voor dit medium. En bovendien is toneel nou niet alles voor me. Ik bedoel, het is een richting en ik schrijf graag. En ik wil andere dingen doen ook daarnaast. En je hebt hier enorm veel tijd. De tijd gaat hier veel langzamer. Nog even door, de Hunger. Ja, de Hunger, dat was... Dat vond ik niet zo'n interessant script. Dat vond ik niet zo interessant. David Bowie heeft die rol gespeeld, ja. Uiteindelijk. Hè? Als je dan die films terugziet, gaat er dan wel eens een steek van spijt door je hart? Of denk je altijd goed dat ik zo gekozen heb? Nee, ik ben heel onnozel daarin. Want meestal als een film, als ik graag een film wil doen en ik krijg hem dan niet, ga ik er niet heen. Tenzij ik echt heel erg moet. Dat is toch omdat je bang bent dat hij meevalt? Ja, maar ik weet natuurlijk best dat mensen... ik ben niet de beste voor een heleboel dingen. Als dingen mij voorbij gaan, om wat voor reden dan ook, vind ik dat niet erg. Ik vind het jammer soms. Van Gogh, het mooiste schip wat er van Van Gogh is geschreven samen met een andere regisseur, een script wat heet Letters to Theo. En het is niet gemaakt omdat de regisseur een krankzinnig is. Hij had een budget van $12 miljoen. We hebben er 2 jaar gewerkt aan het script. En het is echt heel mooi geworden. Mooi over de gekte van Van Gogh en het hele rare leven, dat hele ja, moderne en progressieve leven. Liberaal en nou, helemaal niet zo gek. Dat was echt jammer. En ik heb ook erg geprobeerd, wat Anthony Hopkins heeft, daar ben ik 3 keer voor naartoe gegaan. Welke was dat? The Lamb, Silence of the Lamb. Had ik ook leuk kunnen doen. En Jack Nicholson in die zogenaamde duivelsfilm, zeg maar, met die 3 mooie vrouwen. The Witches of yeah. Eastwick. Ja. Ben Miller ook 3 keer geweest, gezegd toen, nou joh. Dus dan ga je nog wel voor na een screentest? Voor een bepaalde rollen. Nee, je gaat naar ontmoetingen met de regisseur. En, ja, je gaat babbelen, jezelf verkopen? Nou, ja, niet verkopen, want dat kan je toch niet. Maar je gaat gewoon praten met zo'n regisseur over ideeën, weet ik veel waar je over praat. Soms praat je helemaal niet eens over de film. Het is gewoon sniff and scratch gewoon. Ja. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Hmm?
vacation. De film Blade Runner uit 1982 laat zien dat Rutger niet alleen bezig is met goed acteren. Hij veranderde hier samen met regisseur Ridley Scott de scène met de duif en zijn eindmonoloog. En die duif was dus een idee van mij. En die tekst was een pagina lang en het was allemaal heel erg ingewikkeld, veel gepraat. En ik vond heel zuiver gewoon truc. Dat je had iets van 5 types heel erg operetteachtig zien doodgaan. En veel pathos. En ik dacht, nou moet je snel wezen gewoon. Batterijen leeg, paf weg. Niet te veel van maken. 1 regeltekst, hè? 3. Ja. 3. Wat was het? I've seen her. I saw you people wouldn't believe. I've seen things you people wouldn't believe. Sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Ik had het de nacht daarvoor, toen we er eindelijk aan toe waren, had ik het wat gecomprimeerd. En die ene zin dus, dit was eigenlijk de uitsmijter. En ik heb het aan Ridley voorgelegd. En die zei, ja, nee, dit vind ik goed, prima, laat het maar doen. En toen heeft hij dus een soort een truccamera gebruikt, wat ik niet wist. En waardoor het wordt allemaal heel... En die duif hebben we ook met en zonder gedraaid. Dus al die scènes waar ik die duif heb, hebben we op 2 verschillende manieren gedraaid. Want hij was er niet zeker van. En ik ook niet. Het hele idee was, als de ziel gaat, dan moet er wat vliegen. En dat belachelijk nu, want de machine als die doodgaat of als de batterij, dan vliegt er niks. Dus allemaal van die toch grappige verneukerijtjes. Wat ik het leukste vind aan film, dat je weet dat je besodemieterd wordt. Mm-hmm. Net als ik zei, die scène. En toch kan je er heel goed in meegaan. Dat vind ik mooi. Je stinkt er bewust in, hè? Ja, dat vind ik zo mooi. Dat je tegelijkertijd weet, nee, dat kan niet. Mm-hmm. Hoe doen ze dat dan? Dat kan niet. Weet je? Dat is een soort, waardoor het publiek voor mijn gevoel meer denkt van, ze zijn ietsje actiever erbij of zo. En dat vind ik wel spannend. Lines aren't that exciting. Want to try her out? I came from a Protestant background. Heeft acteren iets met religie te maken? Nou, ik denk dat het voor een deel spiritueel zijn kan. Dat je dus, ik was erg, Camus, mijn moeder, was erg onder de ban van Camus. En heeft mij daar ook in groot gebracht, zou ik maar zeggen. Camus die zegt dat de enige verantwoordelijkheid eigenlijk is dat je eruit kan stappen. Of niet. Dat is een hele belangrijke keuze. Daarna wordt het snel minder. En ook in zijn, laat maar zeggen, in zijn geschriften, zijn vroege geschriften, die heel erg leuk zijn, zegt hij van acteurs, dit zijn van die hele vreemde types die denken dat ze ook iets kunnen overbrengen. He, dat je dus, dat je het licht kunt, het Olympische vuur, dat je het licht kan overbrengen. En ik dacht, daar heeft hij gelijk in. Dat is heel scherp gezien, dat kan niet helemaal zo. Niet. En nu? Nee. En nu? Zoveel jaar later? Nou, je moet dus, het kan dus wel. Every moment you spend with her, I envy you. But you can tell me everything she said. And I warn you, I will know if the words are hers.
She was sad at first. She talked about the day you met. Then she cursed him. But then I saw her remember how happy you were together before the bishop's curse. And her eyes glowed. No, she glowed. She loves you more than life, Captain. She's had to. Did you know that hawks and wolves mate for life? The bishop didn't even leave us that. Not even that. Je kan dus een vonk overbrengen, ja. Je kan een je kan iemand meenemen en hem en iets overbrengen. Die Serraro, die kwam dus met een heel klein boekje. De eerste dag, draaidag, zei hij, dit is voor jou gemaakt om dit. Nou, het is een beetje zoals ik over licht denk. En de openingszin van het boekje was... Light is God's gift to mankind. Popom, popom. Zonder licht hadden we geen aardappels en verder ook niks. Mooi toch? Nice doggy. Voor die blindenrol moest ik natuurlijk, ben ik naar het blindeninstituut gegaan en heb ik met een blinde jongen een maand rondgewandeld. En hij, ik was geblinddoekt en hij leidde mij rond over de straten van Los Angeles. Zeer spannende aangelegenheid. Zodra je ogen ineens moet sluiten voor langer dan een uur, dan wordt het toch erg benauwd en je bent na 5 minuten de richting al kwijt. Je hebt geen idee waar je bent. Het is een gewaarwording. Hey man, you got to have some salts on your burrito. What you want? Mild or hot? Mild, please. There you go. Muchas gracias. De nada. It's not bad. It's a little too mild for me. How about something a little more macho? Give me the purse, Diego. Are you sure it goes with your dress? Give me the purse. Give him the purse, gringo. Hey, man. What's going on here? Sorry. I'm so sorry. Oh, my God. Oh. Ik vind Blind Viewer ontzettend leuk en daar ben ik heel erg trots op. En het is een heel onnozel filmpje, zou ik maar zeggen. Het is heel licht. Hij is maar, kort, hè? Weet ik niet. 80 minuten. Ja, weet ik niet. Maar ik heb liever dat een film te kort is dan te lang. Dus als ik vind dat ik sneller kan zijn, dan doe ik dat. En dat kan nog veel sneller volgens mij. Maar dat is meer trainen nog. Ja? Ja. Ja, ik denk dat het publiek ook sneller wordt.
in het oppikken van dingen en begrijpen van dingen. En ik wil ze niet kwijt, die mensen. Dus ik moet zorgen dat ik... Ja, ik moet zorgen dat ik sneller word ook. Ja, D-E-V, E-R... Hey, what's the big idea? I need to call my mom. You can't. Why not? Why can't I? Billy, there's something you gotta know. What's that supposed to mean? Yeah, all right, okay. Film gedraaid waar ik zelf wat ik heel erg leuk vond en heel erg, dat is een heel ander deel van mijn talent gebruikt, wat naar mijn gevoel braak lag op een bepaalde manier, omdat ik nooit echt ermee kon werken. En dit, en dat was bij Amano Omi. En daar heb ik dus een aantal barrières weer doorbroken, want dat doe je natuurlijk eigenlijk. Eerst ga je vanuit Nederland, breek je een grote barrière, je gaat niet zomaar over die oceaan. En hier weer met, hij sprak geen woord Engels, dus ik moest via een interpreteur. Tolk. Ja, een tolk. Hoe heette die film? Legend of the Holy Drinker. Gaat over een beetje gebaseerd op een boek van dezelfde titel. Joseph Roth. Laatste boek, 1939 geschreven. En dat gaat over een familie in Parijs, een Pool. Die in moeilijkheden komt en die gaat aan de drank en die zuipt zich eigenlijk langzaam dood. Maar tegelijkertijd heeft hij het gevoel dat hij een onderdeel van een soort wonder wordt. Maar hij weet niet precies wat. En hij weet dat het ook met de kerk, het heeft iets met de kerk te maken. En dan gaat hij dus naar uitkijken wat voor wonderen er gaan gebeuren. En er komen dus allerlei mensen in zijn leven ineens die hij heel lang niet meer gezien heeft. En er komt dan een soort oplossing tussen. En dat loopt af eigenlijk. En als hij dat alles gehad heeft, dan gaat hij liggen en ziet de heilige Maria, bij wijze van spreken. Wat ook... Maar wat was dan de barrière die hij doorbrak? Nou, hij zei tegen mij, Rutger, is een action movie. But here. En ik dacht, ja, oké, okay, dat wil ik heel graag doen. Want dat is iets wat ik kan. Het is laat maar zeggen, het paardrijden en sabelgevechten heb ik een beetje gehad. Dat is een beetje over nu. Moet wel heel goed passen, wil ik dat nog kunnen doen. En met Blind Fury kan ik nog wel een keer. Maar ik moet 3 maanden trainen, echt waar. Nou, dit is de verschuiving dus. Ik begin dat dus nu te ontdekken. En toen kwam hij dus op de poppen ermee. En dat is, vind ik, ook goed gelukt. I never thought that a saint, so great yet so little, a creditor so little yet so great, would do me the honor to come to me after I failed such a long time, to come to her. I know, it's your delicacy. Preciousness. I failed. I owed you 200 francs. And I couldn't pay them back for so long. Ah. Als je drinkt, dan wil ik wezenlijk weten wat dat nou is. En dat is niet met de fles, wat dus in Amerikaanse film elke keer die verrekte rotsblokjes in zo'n glas te rammelen met het geluid, om maar over geluid te hebben. Dat rammelt dan de hele scène door, echt om kotsmisselijk van te worden. Dat zegt niet dat je drinkt. Dat je drinkt zegt dat je gewoon in een constante staat bent van, dat je niet zo goed weet waar je bent, zeg maar. Het is een film die gaat over beweging en over en wat de film op zich zegt, niet over wat die man die vertelt. Hey, lult maar wat, een kleintje bier en dit is een postzegel van 10 cent. Ja, het is een mooie dag vandaag. Hij zegt hier verder helemaal niets. Dus de film steunt op de taal totaal niet. Die taal kan je gevoeglijk weglaten, maar ja, dan zou je zeggen, wat is er met het geluid aan de hand? En die man is niet normaal, want die praat niet. Maar het is dus een film die helemaal gebaseerd is op film en niet op wat je via de tekst meegedeeld wordt. De tekst is gewoon vocaal gemurmeld.
was crossing the square, something extraordinary happened to me. Policeman stops me. I think he's gonna ask me for my papers. Ik moet het geloofwaardig voor jou maken. En ik weet heel goed dat het voor een deel onzin is, want plak plak en het zit in elkaar. En dan moet ik zorgen dat het, het lijkt net alsof het aan elkaar zit. Je zou het eigenlijk niet zeggen. Hè, want in Amerika zeggen ze altijd, ze zijn altijd zo trots op hun character. En ik geloof er geen reet van. Een character ontstaat door als die alle scènes op een bepaalde manier aan elkaar geplakt zijn. En er zit wolkenmuziek achter. En er zit wat bezemsteel geveeg op de stoep. En al die speciale. En ineens gaat het spelen. Is dat nou geen vooroordeel dat die Amerikanen zo ondiep zijn? Ja, het is een vooroordeel. Het is een generalisering. En het is misschien helemaal niet waar, maar toch durf ik het wel te zeggen. Jij komt meer oppervlakkige Amerikanen dan Europeanen tegen. Nou, als je zo ziet wat er door de Amerikaanse bioscopen ratelt. En steeds maar met hetzelfde. We stellen hetzelfde programma, daar liggen ze weer op een blad. Het klikte zo leuk en dit en dat. Ja, de hele PR-machine eromheen. En het is, Amerikanen kunnen het jezelf ook, ze zijn er. Een deel daarvan is er echt moe van. Die denken van, jee, hoe moet dat nou? Wat een saaie bedoeling. En het is een beetje dood, het is echt een beetje. Het acteren in Amerika vind ik ook een beetje, ja, het is allemaal zo. Er zit een soort, ze hebben plastische chirurgie gehad. Het komt niet door voor mij. Ziggy en dat. Het is toch raar dat mensen hun tong uitsteken om iets te zeggen? En dat doen ze voortdurend, die Amerikanen. Niet? Altijd maar this en dat. Heel vreemde gewoonte, vind ik. En het is ook zo raar dat de Amerikaans zit ook heel anders in het. Het stemgeluid zit hier, zeg maar. Het zit niet hier. Wij zitten veel hoger. Dat is ook heeft ook een hele poos geduurd voordat ik dat door had. Het is een heel ander soort. Ja, ze voelen heel anders. Het is echt waar. Het is, ze zitten veel lager, zeg maar. Margarita. Er is een hoop te koop hier. Een goed spul. Goede ideeën. Interessante stories. We hebben zo ontzettend veel om uit te diepen. Terwijl die Amerikanen, dat is toch een beetje ondiep gewoon. Plus het feit dat het ontzettend geprogrammeerd is. Je bent nu een van de meest bankable acteurs van Hollywood, een van de 15 of 20. Ze kunnen op jou een film financieren. Nou, ja. Wereldbasis. Uh-oh. Er zijn een aantal verschillende lijsten die je hiervoor kunt maken. Maar op wereldbasis, wat houdt dat in? Dat je ook geld uit Europa krijgt? Of? Ja, het houdt in dat je dus dat mensen in Japan en in Roemenië en in Rusland en in Australië. En er zijn een aantal van die gebieden die samen ook behoorlijk optellen. En dat ze beginnen dus nu, het geld is duur, dus het wordt nu belangrijker. En Europa is ook heel groot voor ze nu ineens. De Amerikanen kunnen het niet alleen maar af. Nou, interessant. Als wij als Europeanen nou eens leuk, met leuke stof aankomen en ook eens een beetje wakker worden en Engels gaan praten, zodat ze ons verstaan, want ze willen, je kan het Amerikanen niet kwalijk nemen. Ze verstaan ons niet. Lasciamo qui. Ik snap hem. Maar als dat zo is, je bent een van die 20 worldwide, dan ben je ook machtig. Dan kan je ook dat Griekse drama van de grond krijgen, zou je zeggen. Ja, ik kan best wel wat van de grond krijgen, ja, zeker. Je zal, het grappige is dat, ik heb net met Shirley MacLaine zitten praten over, zo wat dingen. En heb ik voor het eerst ontmoet, hoor. Dat was gewoon toevallig, heel toevallig. En zij was dus net bezig. Nou, zij is bezig met Jack Nicholson, met een aantal andere zeer bekende heren. Een zeer interessant film. Dat doen ze al jaren over. Dat is nummer 2 van een film die ze gedaan hebben. Een goed script. En ze zitten nog precies hetzelfde. De problemen blijven hetzelfde, alleen het niveau verandert. Wanneer ga je zelf regisseren? In mei, april, juni ongeveer. Daar ligt een script dat is zo goed als geheel gefinancierd. En ik heb hele goede actrices erin. En
Waar gaat het verhaal over? Het is een verhaal over... Er is we hebben hem voorlopig een soort chirurg. Een van de fijnere chirurgen. Hoe moet ik dan ook spelen? Ze hebben in Drachten een chirurg, die heet het paard, geloof ik. Dus het is niet zo vreemd. Maar in ieder geval, een chirurg die erg bezeten is van zijn werk en heeft een hele lieve vrouw, maar hij zit er niet zo erg. En ook kinderen die zijn redelijk opgegroeid. En er komt een meisje die zegt op een gegeven moment, weet je nog wie ik ben? En hij weet dat niet meer. En ze zegt, ik ben die en die. We hebben toen en toen dat en dat gedaan. En het was zo leuk, maar ik ben nu helemaal veranderd. Maar ik vind je nog wel erg lief en zou er niet. En hij zegt, je ziet me echt voor een andere. En dat verhaal begint zich dus langzamerhand. Gaat hij daarop in? En dat wordt dus heel vreemd. Het wordt een beetje een mysterie, want het klopt niet helemaal. En het wordt eigenlijk een liefdesaffaire. En hij gaat naar zijn vrouw toe en zegt, moet je luisteren, het is heel lullig, maar ik heb... En die vrouw zegt, ik heb een affaire, wist je dat? Dus, en dat wordt ook zo vreemd dat zijn vrouw ineens een affaire heeft waar hij niks van wist en dat snapte hij niet. En dan, het is een soort liefdesmysterie eigenlijk. Dus het speelt als een thriller en het heeft een hele leuke twist aan het eind. I have a simple proposition. I'll give you back your passport if you tell me your little secret. Well, why should I do that? You've stumbled into something quite delicate. De NOS volgde Rutger in Londen tijdens de nasynchronisatie van zijn laatste film Fatherland, die helaas niet op tijd klaar is voor vertoning op het filmfestival. I'm placing you under arrest. When they question you, keep your answer short and consistent. I'm taking you to the airport where you should have gone this morning. Get in. You can afford to take a bit more time over it. Taking you to the airport. Well, you should have gone this morning. Yeah, I'm not that crazy. I'm taking you to the airport where you should have gone this morning. Get in. Hoe was het nou geweest in Duitsland als Hitler de oorlog had gewonnen en het is nu 1965 en het is zijn verjaardag. En de Amerikaanse president komt naar Duitsland toe om de hand toe te steken. Het is fictie. Het is wat zou er gebeurd zijn als. Dat is het verhaal. En dan gaat het over een inspecteur of een detective die een aantal moorden ontdekt. Die in verband houden met de komst van de Amerikaanse president en Hitlers verjaardag. En het blijkt dat de Holocaust echt heel diep geheim is gehouden. En eigenlijk niet. Het is eigenlijk de bedoeling dat het überhaupt nooit wordt uitgevonden. En Amerikanen ook niet. Die zijn er ook nooit. Nee, niemand weet daar iets van. Dat zijn er maar een paar mensen die in leven zijn. En die worden dus voortdurend koud gemaakt. What are you doing here? We sealed this apartment. I'm an officer of the SS, engaged on official duties. Where is the American woman? And what was she doing here? It's been a very long day. Excuse me. By the way, you double parked. You might get a ticket. You're out of your depth, Marge. Heil Hitler. Thank you. Kan ik zeggen dat jij in de business van het gevoel bent gegaan omdat je slim kan nadenken? Of is het alleen maar instinct? Ja, dat kan je natuurlijk zeggen. Gevoel? Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon niet anders kon. Ik heb me ontzettend verzet hier tegen. Ik heb nooit gedacht dat ik acteur zou worden. Ik dacht, dat moet die rare types. En het is overdreven en veel te vet aangezet en veel te ijdel en veel te... Maar ja, ik was het zelf
heel erg aangeboren en heel vanzelfsprekend. Het kost mij geen moeite. Het kost me echt niet zoveel moeite. Ik werk gewoon hard, ik vind het leuk. En het valt er gewoon uit. Ik heb er helemaal geen moeite mee om het te doen. En ik doe het ook al 25 jaar. Het is niet zo moeilijk. En ik ga dus ook een school beginnen. Hoe makkelijk het is om te acteren voor film. Dat is een van de grote projecten. Pak nou eens die camera en leg het Nederlandse publiek uit in een aanschouwelijk lesje. Hoe eenvoudig het is om te acteren. Dat lijkt me een waardig besluit van het interview. Hier. Nee, dat bewaar ik. Wat is dat nou? Waarom dat nou? Nee, waarom? Nee, maar iedereen weet dat iedereen acteert. Iedereen probeert iemand anders wijs te maken dat hij iemand anders is. Dus Liegen daar begint het dan mee. Van het instrument. Dus ik kleed me zo en ik gedraag me zo en ik zeg niet te veel over dit. Dan kom ik zo over en dat vinden ze leuk. Nee, dat vinden ze niet leuk, want ze zien er dwars doorheen. Er is altijd iemand slimmer dan jij. En die kijkt dwars door je heen. Die denkt, wat staat die man nou te acteren? Dat heb ik toch niet nodig? We zijn toch gewoon nou onder ons? Dus je moet goed bedenken dat er altijd iemand is die slimmer is dan jij. En die gewoon dat al lang heeft gehad. Dus laat het acteren nou maar. Laat mij dat nou maar doen.